Hallo, ik ben Koen Hubers. Ik ben geschiedenisdocent aan het Cambion College in Zaltbommel. Ik wil vandaag het verhaal vertellen van iemand die heel belangrijk is geweest voor de burgerrechtenbeweging in Amerika na de Tweede Wereldoorlog, maar die eigenlijk de geschiedenisboeken bijna nooit haalt. En het gaat om Emmett Till. Emmett Till was een jongen van 14 jaar uit het noorden van Amerika, uit Chicago. En hij is naar familie gegaan in het zuiden, in de staat Mississippi, waar de segregatiewetten nog steeds van kracht waren. En als je donkere huidskleur had, moest je daar heel goed uitkijken met wat je zei en deed. En hij ging met de trein naar het zuiden, naar zijn oom en zijn neefjes. Die woonden in het plaatsje met de naam Money. Hij kwam eraan en na een dag hard werken gingen ze naar het dorpje om wat te drinken te kopen in de kruidenierswinkel van Roy Bryant en zijn vrouw, die ook fotomodel was, Carolyn Bryant. Nadat ze allemaal wat gekocht hadden en de winkel uitliepen, draaide Emmett Till nog heel even om en floot naar Carolyn. Daarop kwam zij de winkel uit en liep naar de auto. Zijn neefjes dachten, die gaat een pistool pakken. Zo snel als ze konden, stapten ze in hun auto en reden zo hard als ze konden naar de boerderij van die oom. Daar besloten ze om niets te vertellen. De dagen gingen voorbij en toen werd het zaterdag. En toen kwam Roy Bryant, de man van Caroline, en zijn halfbroer midden in de nacht om Emmett Till op te halen. Emmett Till is nooit meer teruggekomen. Ze hebben Emmett Till zeer ernstig mishandeld. Zijn hoofd was helemaal verminkt en ze hebben hem met een blok ijzerdraad, of met ijzerdraad en een blok beton, in de rivier gegooid. De volgende dag werd de moeder van Emmett in Chicago geïnformeerd. Die haalde ook de pers erbij. En dit haalde ook de wereldpers. Emmett Till werd een begrip. Zijn lichaam werd gevonden in de rivier en naar Chicago gebracht. Daar wilde zijn moeder dat iedereen kon zien wat er gebeurde in het zuiden. Zijn lichaam is tentoongesteld en tienduizenden mensen hebben zijn lijk aanschouwd en begrepen wat er gebeurde in het zuiden. Ook deze foto's daarvan haalden internationaal de kranten. Ondertussen werden Roy Bryant en zijn halfbroer opgepakt in het zuiden, in Mississippi, en zij moesten voor de rechter komen. De jury moest eerst bepalen of zij schuldig waren of niet schuldig. En de jury bestond uitsluitend uit blanke mensen, blanke mannen, uit het zuiden, uit het district waar Roy Bryant en zijn halfbroer woonden. En het was eigenlijk meteen duidelijk dat deze twee mannen zouden worden vrijgesproken. Of schoon duidelijk was dat ze het gedaan hadden. En inderdaad, ze werden vrijgesproken, deze twee mannen. En enkele maanden later verkochten ze hun verhaal aan Lux Magazine voor enkele duizenden euro's. Dit was toch ook voor Eisenhower, de president, die de rechtszaak had kunnen heropenen, geen reden om dat ook te doen. Hij liet de zaak liever rusten. Maar het inspireerde wel veel andere mensen. Zoals Rosa Parks, die kort daarna weigerde haar plek af te staan aan een blanke persoon die voor in de bus mocht zitten. Daarmee begon de Montgomery Bus Boycott. En 10 jaar na de dood van Emmett Till was de Civil Rights Act een feit. En met die Civil Rights Act werden alle segregatiewetten in het hele land, dus ook in het zuiden, verboden. En zo zie je dat een incident, een moord, die voor de schaal van Amerika vrij klein is, hele grote gevolgen kan hebben. In dit geval in positieve zin. Ik dank u voor de aandacht.